Een geweldig begin van een geweldige dag. Joepie, papa is terug van een zakenreis. Hoi papa, ik heb je zo gemist. Hoi dochter, ik heb je zoveel te vertellen. Ik kan niet wachten om over alles te horen. Wie is dat? Het lijkt erop dat een nieuw persoon zich bij het kleine gezin van Lucy en haar vader heeft gevoegd. Lucy, maak kennis met Sophie, je nieuwe moeder. Wat? Meen je dat? Heb ik nu een moeder? Hoera! Oeps, mijn nieuwe jurk. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Het is niets. Ik zal je ons huis laten zien. Ik hoop dat ze met elkaar kunnen opschieten. Dit is onze woonkamer. En dit zijn mijn favoriete pop-its. En ik ben dol op VR-brillen. En ik lees ook graag modetijdschriften. Met z'n drieën zullen we een gelukkig gezin vormen. Hallo? Ja, al terug. Heb je me nodig op kantoor? Lieverd, ik ben zo terug. Oh, jij kleine smeerlap. Dit appartement ziet eruit als een schroothoop door jou. Door mij? Ruim het hier op. En breng de koffers naar onze slaapkamer. Wat ben je aan het doen? Eerst de koffers. Ik kom eraan. Dochter, wacht, ze zijn te zwaar. Het is goed, schat. Lucy bood het zelf aan. Breng ze maar mee. Oh, is dat zo? Wel, we zullen zien wie hier wie verslaat. Dochter! Mama? Ik kan haar niet uitstaan. Een cadeautje voor mijn stiefmoeder. Haar weer. Het enige wat ze doet is spelen. Auw! Ai! Oh! Haha, dat is nog eens vallen. Oh, denk je dat dat grappig is, hè? Oeps, dit is slecht. Zeg maar dag tegen je speelgoed. Dat zal je leren je spullen niet door het hele appartement te strooien. Arme Lucy. En waag het niet tegen je vader te zeggen. Ze lijkt wel een soort van puur kwaad. Wat is dat voor lawaai? Wie huilt daar? Wat is er gebeurd? Wauw, dit is afschuwelijk. Hier, neem mijn pop-it. Ik vond hem gisteren in de vuilnisbak. Gewoon niet huilen. Dank u wel, meneer. Graag gedaan. Geweldig vuur. Deze jurk is voor een feest en deze is voor een familiediner. Verbrand het allemaal, Mike. En dit vuur is nog beter. Goed gedaan, partner. Nu krijg ik alle aandacht van Nick. Dat is beter. Wat? Kan ze niet gewoon haar foto naast deze zetten? Zoals hier. Dat had ze niet moeten doen. Ben je nu tevreden? Het is vreed. Lucy, wat is er gebeurd? Sophie heeft onze fotolijst kapot gemaakt. Dat was niet mijn bedoeling. Het gebeurde per ongeluk. Niet huilen, mijn lieveling. Ik zal een nieuwe kopen. Er is hier geen plaats voor stof. Maar er is genoeg voor de foto's van mijn dochter. Blijkbaar gaat Lucy's stiefmoeder door met het bespotten van de arme stiefdochter. Sophie is weer iets verraderlijks van plan. Lucy, kom hierheen. Oh, ik ben te laat. Ze zal krijgen wat ze verdient. Wat is er met mijn formulier gebeurd? Lucy, waar is je huiswerk? Maar meneer Johnson, probeer me niet te bedriegen. Oh nee, ik begrijp het niet. Ik heb alles gemaakt. En ik doe het geweldig. Opschepper. En hoe kon dat gebeuren? Lieverd, hoort dat niet bij jou? Waarom heb ik daar niet meteen aan gedacht? Wel, Sophie? Wacht maar af. Het is tijd om wraak te nemen op mijn stiefmoeder. Ik hoop dat ze de nieuwe shampoo lekker vindt. Een paar druppeltjes maar. Hoewel, ik ben niet hebberig. Hihihi. Wie is hier? Vreemd. Zo, laten we beginnen. Lucy! Oh, papa. Dit is eng. Nee, ik kan vandaag niet alleen slapen. Papa, papa! Wat? Wat is er? Ik ben bang. Mag ik bij jou slapen? Je bent een grote meid en er is hier niet genoeg ruimte. We zullen ons ongemakkelijk voelen. Alsjeblieft. Zeker, schat. Ga maar in het midden liggen. Waarom laat hij er alles doen? Mijn kussens! Ik kan beter op de grond slapen dan in die achtbaan. Arme pap. Kartonnen kussens? Serieus? Ooit zal ze krijgen wat ze verdient. Nee, nee, niet de deken. Ik krijg het toch wel. Ik hou het vast. Nee, dat doe ik niet. Het lijkt alsof Sophie al het geluk van Lucy en haar vader wegnam. Ik heb het zo koud. Ha, het is perfect. Wat als die twee het nog steeds met elkaar kunnen vinden? Wel, blijf naar deze video kijken om het te weten te komen. Er is vandaag het coolste feest van het jaar op de universiteit. Ik moet er geweldig uitzien en de laatste hand leggen. Ik ben er klaar voor. Het is tijd om te gaan. Zo ga je niet. Ik ben hier om je fatsoenlijke make-up te geven. Je zult er mooi uitzien. Nee, nee, doe dat niet. Ik moet wel. Dat is het. Dit is veel beter. Kijk zelf maar. Ah, het is verschrikkelijk. Ik zie eruit als een clown. Zo ga ik nergens heen. Ik heb zo mijn best gedaan. Wat nu? Lieverd, weet je wat er met Lucy gebeurd is? Ja, tienerdrama. Ze heeft ruzie gehad met een vriendin. Kijk maar eens naar deze schoenen. Wauw, ze zijn niet goedkoop. Maar ik vind ze zo mooi. Goed dan, koop ze. Dank je, schat. Je bent de beste. Ik ga naar de universiteit. Wacht, Lucy. Je bent je lunch vergeten. Dank je. Dat is vreemd. Nog een fijne dag. Haha, hoewel ik dat betwijfel. Wat is dit voor geur? Mijn stiefmoeder heeft gekookte broccoli voor me ingepakt. Ik krijg geen adem. Wat kan dat zijn? Het is Lucy's lunch. Deze stank bederft mijn eetlust. Hoe gênant. Hihihihi. Ik zal mijn wraak op haar nemen voor dit. Ik ben bijna klaar. Waar is mijn glitter? Ik moet het op de tafel in de slaapkamer hebben laten liggen. Dochter moet vandaag herinneringen maken. Het is sap met een verrassing. Een klein beetje meer. Waarom hebberig zijn? Dat is het. Mijn blik is compleet. Hallo? Ik ben op weg. Dat scheelde niet veel. Nee, Lucy, niet drinken. Hier gaan we. Wat is hij cool. Hij is gewoon een droomkerel. Oh, Lucy. Hallo. Dit is voor jou. Hoe vind je het feest? Het is geweldig. Oh, dit is slecht. Chat, ik moet gaan. Maar Lucy, hoe zit het met... Oh, ik hoop dat ik nog wat tijd heb. Waarom nu? Wat? Ha! Is het echt haar doen? Laten we eens kijken of papa deze video leuk vindt. Oh, het is maar goed dat ik niet te ver ben gegaan. Weer een gewone dag in de familie Carter. En alles zou prachtig kunnen zijn, waar het niet dat... zij. Hey, ga uit mijn weg. Heeft ze niets anders te doen? Oh, wie heeft er zoveel voetafdrukken achtergelaten? Blijkbaar heeft ze dat niet. Het lijkt erop dat Sophie daar nog veel meer kattenklaat uit te halen heeft. Oeps, ik ben zo onhandig. En draag dit naar de keuken. Pap, kijk wat Sophie gedaan heeft. Dat was niet haar bedoeling. Ja, het gebeurde per ongeluk. En dit ook. Ah! Hahaha, net goed voor haar. Hahaha. Papa! Wat, schat? Ik moet je iets vertellen en laten zien. Mijn stiefmoeder beledigt me voortdurend en doet allerlei nare dingen tegen mij. Ook ging ze naar een feestje met mijn vrienden en danste daar met een jongen die ik leuk vind. Wat? Dat heb ik verdragen. Maak je geen zorgen, Lucy. Ze zal hier niet mee wegkomen. Nick, wat is er aan de hand? Dat weet je. Je houdt op met mijn dochter te bespotten en begint haar goed te behandelen of je vertrekt en komt nooit meer terug. Ik zal veranderen. Lucy, vrede? Wat denk jij? Moet ik mijn stiefmoeder vergeven of niet? Deel je mening in de reacties onder deze video. Vond je onze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog, abonneer je op ons kanaal en vergeet niet om op het belletje te klikken. Tot ziens!